Ondertussen is het vierde sanctiepakket tegen Rusland bijna ingegaan. Ja, afgelopen week kwamen de EU-leiders bij elkaar tijdens een top in Versailles. Toen is er gesproken over dat vierde sanctiepakket, die vierde set van strafmaatregelen. En nu hebben ze eigenlijk een soort samenvatting gemaakt van wat ze allemaal willen gaan doen. Het komt erop neer dat ze het net rondom Poetin en de zijnen en zijn oorlogskas gewoon willen sluiten. Dat is eigenlijk wat ze willen. En vooral rijke zakenlieden uit de kringen van president Poetin worden opnieuw geraakt. Ook de Russische economie gaat flink wat klappen krijgen. En daarnaast sluit de Europese Unie Rusland uit van de Wereldhandelsorganisatie. Daar was het land tot voor kort lid van, maar nu dus niet meer. En ik praat erover met Jean Dome. Hij is journalist bij het Financiële Dagblad. Goedemorgen, Jean. Goedemorgen. Ja, Rusland wordt dus uitgesloten van de Wereldhandelsorganisatie. Wat betekent dat concreet? Nou, wat je ziet, die beweging is al een paar dagen gegaan. De G7, de zeven grootste economieën op aarde, hebben zich er ook mee bemoeid, Verenigde Staten. Dat betekent eigenlijk dat we in staat worden gesteld om handelstarieven op te leggen. Zware handelstarieven op goederen die uit Rusland naar de Europese Unie, maar ook naar de Verenigde Staten en Canada komen. Dat heeft een grote impact, want dat betekent eigenlijk dat die producten door die heffingen onaantrekkelijk worden nog te kopen. Je ziet dat al die maatregelen die tot nu toe zijn genomen wel degelijk effect hebben. Het Internationaal Monetair Fonds, de baas daarvan, die heeft al gezegd dat een bankroet, een faillissement van Rusland niet langer wordt uitgesloten. Ze probeerden ook wat zorgen weg te nemen voor de rest van de wereld. Ze zei eigenlijk de blootstelling aan het Russische financiële systeem voor de rest van de wereld is niet zo groot dat dat een mondiale financiële crisis kan veroorzaken. Maar de maatregelen werken wel en tegelijkertijd zitten er natuurlijk ook nog een aantal gaten in die maatregelen. En dan moet je vooral denken aan de export van Russisch gas naar de Europese Unie. De Europese Unie heeft daarvan gezegd die import van gas door ons die moet met 2/3 verminderd worden dit jaar. Maar dat is nog steeds een belangrijke inkomstenbron voor het regime van Poetin. En daar gebeurt eigenlijk op dit moment nog niet heel veel aan. Je ziet dat de maatregelen die er nu ook bij komen, dat gaat bijvoorbeeld om dure auto's die wij dan niet meer naar Rusland exporteren. Het gaat om diamanten, handtassen. Dat werkt. Dat maakt allemaal deel uit van een strategie ook om rijke Russen te confronteren. Nou ja, met de eindigheid van hun westerse levensstijl. En daarmee ook de druk te vergroten op het regime. Maar al met al, als je de pakketten bij elkaar optelt van alle landen, dan is er sprake van massieve druk. En de vraag is vooral hoe lang Rusland daar nog weerstand aan kan bieden. Als ik als leek zo die maatregelen lees, dan denk ik, ja, dure tassen. Nou, daar gaat Poetin toch niet voor stoppen, zeg maar. Dus ik vraag me af, hoeveel van die pakketten gaan er nog komen? Hoe werkt dat? Nou ja, kijk, er kan zeker nog meer volgen, hoor. En je moet ook niet onderschatten wat er nu gebeurt. We hebben natuurlijk gezien dat de Russische luchtvaart is aangepakt. Veel westerse bedrijven trekken zich terug. Er is ook sprake van een grote druk door consumenten vanuit het Westen op bedrijven die daar wel nog actief zijn om hun activiteiten tijdelijk te staken. En eigenlijk moet je kijken van of die maatregelen effectief zijn. Dat kun je ook een beetje aflezen aan de Russische tegenreacties. En je ziet dat vanuit Rusland al geluiden komen dat men dreigt de filialen, de bezittingen van westerse bedrijven die zich terugtrekken om die te nationaliseren. Vanuit het Kremlin hoor je nu ook geluiden over tegenmaatregelen. Dus de export van Russische goederen stopzetten. Dat betekent denk ik dat die maatregelen wel degelijk werken. Maar je kan inderdaad nog een aantal stappen zetten. Wat misschien voor de kijkers toch interessant is. Hè? Rusland is natuurlijk een heel groot land, heeft een sterk leger. Maar de economie van Rusland is toch vrij kwetsbaar. De economie is niet zo heel groot. Die is ongeveer even groot als die van de drie Benelux-landen bij elkaar. En is erg afhankelijk van grondstoffen. Dus ja, dat betekent dat Rusland niet onkwetsbaar is en dat de optelsom van al die maatregelen bij elkaar uiteindelijk wel gewicht in de schaal gaat leggen. Of dat voldoende is om Rusland ook te stoppen in deze oorlog met Oekraïne, dat weet ik niet. Daar kun je vraagtekens bij plaatsen. Maar als deze maatregelen de komende maanden worden volgehouden, misschien de rest van dit jaar, dan kan dat Rusland echt een enorme klap bezorgen. Jean, dankjewel voor de toelichting. Ja, toch zijn er ook mensen, zoals hoogleraar Rob de Wijk, die zegt, we moeten wel een beetje oppassen met al die sanctiepakketten. Want het zou ook kunnen dat het bij Poetin zorgt voor verdere escalatie. Wat is uw inschatting daarover? Ik vind dat hij daar voor een stuk gelijk in heeft. Het blijft natuurlijk allemaal aannames. Het kan zelfs zo ver gaan dat je de Russische bevolking weer achter Poetin krijgt. Want de Russische bevolking, we zeggen het wel, maar die worden zelf dik slachtoffer van deze economische sancties. Dus
Ik heb ook wel het gevoel, net als Rob de Wijk, dat we zo snel over elkaar heen stappen. Iedereen wil nog alsof we het beste jongetje van de klas zijn op het maken van sancties. En als daar geen regie achter zit, ja, als iemand niet de gelegenheid, zoals met Buitenhof, krijgt om antwoord te geven, dan wordt het een erg ingewikkeld gesprek. Dus dat moet je doseren. Dus ik deel die vrees ook wel een beetje. Aan de andere kant, wat veel belangrijker is, dat we het verhaal bij de Russische bevolking krijgen. En daar zien we nu de eerste tekenen van. Ja. Dat hij dat niet meer droog houdt. En dan gaan die twee dingen samenwerken. Dan komt hij los van zijn bevolking. En dan kun je weer extra sancties nemen. Ja.